Nou, ik zit bij een bierbouwerij naast Tjeu. Tjeu, een hele goede middag. Goedemiddag. Waar zijn wij precies? We zijn nu bij Brouwerij de Hemel. In het centrum van Nijmegen, op het terras, zoals je ziet. En we gaan hier een lekker biertje proeven. Ja, en dames en heren, niet zomaar een biertje, hè? Want leg het eens uit, het is een speciaal vierdaagse biertje. Dat klopt inderdaad, ja. Een vierdaagse feestenbiertje zelfs eigenlijk. Want vandaag zou eigenlijk de vierdaagse, de wandelmars, beginnen. Maar de wandelmars wordt altijd begeleid door 7 dagen feesten natuurlijk. Die zouden afgelopen zaterdag beginnen. En bij een feestje hoort een biertje. En dat is eigenlijk de hele simpele achterliggende boodschap van dit biertje dat we gemaakt hebben. Want ondanks dat dit jaar de vierdaagse feesten en de vierdaagse mars niet doorgaan, kun je zelf nog wel een feestje vieren. Want heel veel mensen hebben het, hoe jammer het dan ook wel niet is dat het niet doorgaat. En dat is natuurlijk heel jammer, maar er worden gelukkig ook nog heel veel leuke dingen wel gewoon gedaan. Nu, ook dit jaar. En we hebben dus met 5 brouwerijen en de Stichting Vierdaagse Feesten afgesproken dat we dit in ieder geval voor de komende jaren willen gaan doen. Want nu zijn er geen feesten, maar de komende jaren hopelijk wel weer natuurlijk. En dan is het helemaal reden om een lekker biertje op de markt te brengen. Dus 5 Nijmeegse brouwers. Elk jaar gaat een andere brouwer een biertje maken. En naast Brouwerij de Hemel waar we nu zitten, zijn dat Brouwerij Oersoep, Mannenpap, Brouwtoren en Nevel. Allemaal brouwerijen hier uit Nijmegen. En iedere brouwerij gaat dan elk jaar zijn eigen biertje brouwen. Nee, niet ieder jaar zijn eigen. 1 keer in de 5 jaar zijn eigen. En iedereen gaat dus zijn eigen stijl geven. Maar waar smaakt deze nu naar als we moeten vergelijken met een ander biertje? Nou, mogen we het niet vergelijken, dat kan ook, hè? Ja, nou, het is sowieso uniek natuurlijk. Dit bierstijl is een Weizen. En Weizen, dat is eigenlijk een van oorsprong Duitse bierstijl. We kennen dat vaak van de grote halve liter glazen op het terras. Die smaak hebben we een beetje geprobeerd mee te geven. Want bij de vierdaagse feesten worden vaak wel meer dan 1 biertje gedronken. Dus het idee was toch om niet een heel erg zwaar, heftig bier te maken, maar juist een lekker fris, doordrinkbaar biertje waar je ook een paar glazen van in de zon kunt drinken zonder meteen van je stokje te gaan. Nou, wij gaan hem zo proeven. Mensen horen dit verhaal en die denken van ik ben wel nieuwsgierig, waar kan ik het verkrijgen? Hoe smaakt die? We hebben 2000 liter van het bier gemaakt en we hebben van tevoren aan alle ondernemers in de stad gezegd van als je dit bier wil kopen, dan moet je het van tevoren inschrijven. En dat heeft wel goed gewerkt, want het bier is hier in de brouwerij al helemaal op. Hier op het terras kunnen we wel nog wat krijgen, maar ik word de hele week al gebeld door mensen die vragen, heb je dat bier nog? En die moet ik helaas teleurstellen. Maar dat gezegd hebbende, hier op het terras bij de brouwerij zijn nog wel wat fusjes aangesloten en er zijn ook een aantal cafés, restaurants, slijterijen in de stad die het bier verkopen. Maar het is dus wel een beperkte voorraad. Dus ik zou zeggen, ren naar het terras toe en sla je slag. Nou, daarom zijn wij hier dus van RN7. Nou, ik stel voor, Tjeu, dat we hem toch even nog als laatste even gaan proeven. Kan dat? Lijkt me een goed idee inderdaad, ja. Daar komt hij aanlopen. Kijk. Met goede schuimkraag, sowieso. Dat hoort er wel bij, hè? Een vers getapt biertje. Ja, geweldig. Ik zou zeggen, zet het neer en laten we eens gaan proberen. En 2. Mag ik jou vragen, heb je hem zelf ook al geprobeerd? Ik heb hem zeker nog niet geprobeerd, want ik ben pas net 16, dus dan mag ik die nog niet. Nee, dan mag dat nog niet. Nee, misschien over 2 jaar. Ja, ik hoor wel natuurlijk wel graag hoe het jullie bevalt, maar zelf heb ik helaas nog niet geproefd. Dus, nou, dankjewel. Ik wil er in ieder geval van gaan genieten. Dank je. We gaan het proberen, denk ik, hè? Nou, Miguel, niet jaloers worden natuurlijk, hè? Ik ga mijn best doen. Oké. Nou, proost op de vierdaagse van volgend jaar dan. Dat lijkt me een goeie inderdaad. Hoewel we er nu ook al van kunnen genieten, hoor. Ik vind de cliffhanger het leukste als de mensen hem voor mezelf gaan proeven. Maar ik vind hem perfect. Dat is mooi om te horen. Dankjewel. Proost. Dankjewel. Proost allemaal. Op een leuke week.